Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zondag 14 juli. Ook vandaag moeten we het weer met veel wolkenvelden doen. Met een noordwestelijke stroming worden die wolkenvelden vanaf de Noordzee aangevoerd. Soms is er wel een opklaring, maar de bewolking overheerst toch wel en er kan af en toe ook nog een buitje vallen. Vanochtend is het zo'n 14 tot 15 graden en vanmiddag loopt de temperatuur op naar 18 tot 20 graden. De wind die blijft uit het noorden tot noordwesten waaien en aan zee kan de wind zelfs af en toe vrij krachtig worden. Vanavond temperaturen rond de 16 graden als de zon ondergaat. Nog steeds die aanvoer van wolkenvelden vanaf de Noordzee en hier en daar dus die enkele opklaring. En vannacht zal dat niet veel anders zijn. Sterker nog, ook morgen moeten we met hetzelfde weerbeeld rekening houden. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Er waait een matige Noordwestenwind en er is veel bewolking met misschien nog wel een enkel buitje en hier en daar ook een enkele opklaring, met name in het zuiden. Ook dinsdag nog dit weerbeeld, maar dan woensdag gaat het weer veranderen. De wind die gaat geleidelijk aan draaien en we krijgen langzaam maar zeker een zuidwestelijke stroming die warmere lucht aanvoert. Later in de week krijgen we dan ook te maken met zomerse temperaturen in het zuiden van het land. Wel neemt de kans op een enkele stevige bui toe.